China is begonnen in 1971. Toen heette de zaak nog Koenis, ja, ver in het verleden. Okay. Daarna is Koenis zijn schoonzoon en zijn dochter hebben het overgenomen. En toen noemden ze het Blankenau voor Henk Koenis. Dit was de allerbeste koffietent van Noord-Holland. Samen met Kwartje Koffie in Heilo. Okay. En dat ik het overnam in 1986. Toen ging meneer Blankenau, die zette zijn voetspoor verder in Hotel Beemsterpolder. Toen ben ik hier gestart aan de Nekkerdijk. En ik heb alle personeel wat er toen werkzaam was, heb ik overgenomen. Sina, van harte gefeliciteerd. 50 jaar al in dit vak. En 50 jaar geleden ben je bij Blankenau begonnen, heb ik al begrepen, van Frans. En later ben je met het meubilair, zoals dat werd gezegd, meegegaan. Vertel eens over je ervaringen met zowel Blankenau als met Spijkerman. Ja, ik was natuurlijk 16 jaar dat ik bij Blankenau begon. Eerst boven en in de keuken. En de enige is dan, mocht ik mee naar voren, durfde ik dat ook, want eerst durfde ik dat niet. 16 jaar, ja. Ja, dus dan ging ik mee naar voren. Hmm. En toen zei Jan Blankenau, god, kan jij ook die ochtenddienst niet gaan draaien? Nu zijn we 35 jaar verder. Ja. En Sina, die werkte daar al 15 jaar, was een meisje van 16 jaar, is nu 66, gaat op 4 juni met pensioen. Okay. En vandaag hebben we haar 50-jarig jubileum gevierd. Of ik wel eens werknemers tegenkom die 50 jaar echt bij hetzelfde bedrijf hebben gewerkt. Nou, sporadisch. Maar toen gingen we nog om 5 uur open. 5 uur? Moest je heel vroeg op? Natuurlijk. Ja, moest je heel vroeg op. Als 16-jarige? Ja, dan ging ik met een brommetje vanuit de Zuidoost hier naartoe. Vond ik het toch veiliger om op de brommer te gaan dan lopend. Ja, nu kom ik altijd lopend. En nooit enige weerstand er tegen gehad dat je dacht, nou, ik ben het wel zat? Nee. Altijd leuk gevonden? Altijd leuk gevonden. Het was afwisselend werk. Je stond voor en ik stond in de keuken. Dus Frans nam een ervaren persoon in die tijd? Ja, toen werkte ik natuurlijk al 15 jaar. Ja. En hoe was dat bij Frans? Toen je overgenomen werd, wat dacht je? Nou, dat was natuurlijk heel anders. Dat was natuurlijk een veel jongere iemand. En die hadden ook andere ideeën. En met Loes erbij. En dan deden we het hotel samen. Mm. Als ik dan om 11 uur koppie gedaan had, dan gingen Loes en ik samen het hotel doen. En hoe was dat? Ja, geweldig. Ja? Ik zag Mario Hegert er ook nog bij. Klopt. Toch hebben wij de gemeente benaderd. Ik vond het wel een... ik vond het wel een zesde gewoon. Iemand die 50 jaar bij hetzelfde bedrijf werkt, die verdient een compliment. En dan is het gewoon heel leuk als je informeert bij de gemeente en die willen daar een bijdrage aan geven. Maar waar ik ze wel vind, dat zijn bij familiebedrijven. Familiebedrijven die houden personeel vast, die hebben loyaliteit natuurlijk, hè, twee kanten op. Je hoort dan ook bij de familie, dus je gaat ook niet 1, 2, 3 weg ergens anders solliciteren. Er werd ook gezegd, je wordt hier als familie beschouwd. Heb je dat ook zelf zo gevoeld? Ja, het was eigenlijk gewoon mijn bedrijf ook. Het hart voor de zaak. En ook wel heel bijzonder dat ook haar moeder erbij aanwezig was. Die heeft de leeftijd bereikt van 90 jaar. Sina hoort eigenlijk bij de Nekkerdijk. Die is daar begonnen. Op de Nekkerdijk. Vervolgens heeft Frans Spijkerman het overgenomen van Blankenau. En zij gaat gewoon met inboedel mee. En toen werd je ziek, zei je? Toen kreeg ik last van mijn rug. Ja. Dus dat ging al moeilijker. En toen ben ik een jaar ertussen uit geweest. Mm-hmm. En toen zegt Frans van, wat moet je dan anders gaan doen? Hij zegt, Annemiek gaat weg. En dan ga jij op kantoor. Maar ja, toen zei ik van, dat kan ik helemaal niet. Onzekerheid. Ja, want ik had geen diploma's. Nee. Maar hij zegt, ik weet dat jij secuur bent. Hij zegt, dat gaat jou wel lukken. En dan krijg je dus dat ze in de horeca toch lichamelijk wat dingetjes krijgen. Want horeca is heel zwaar natuurlijk. Ja, en dan zie je toch dat ze dan bijvoorbeeld weer een kantoorfunctie kan krijgen. Want je hebt toch de zorg voor je personeel. En dat is zo bijzonder bij familiebedrijven. En zie je er een beetje tegenop dat je met pensioen gaat? Niet? Nee. Nee, echt niet. 50 jaar, ik vind het is klaar. Je vindt het lang genoeg.
Ja. En heb je al idee wat je daarna gaat doen? Voor hoe je je vrijheid gaat benutten? Nou, ik heb een moeder van 90. Daar doe ik mantelzorg. Die woont schuin tegenover mij. Dus als er wat is, dan loop ik even over. Ja. Ik heb nog oppaskindjes. Complimenten voor China natuurlijk. Maar ook voor Spijkerman. Dus je hebt voldoende aandacht voor de toekomst. Ja. En daar ga je van genieten. Mijn eigen huis bijhouden. Fietsen, puzzelen, handwerken. En je zult zo nu en dan toch wel weer even bij Sprans langskomen. Ja, ik denk dat ik als ik dinsdag naar de markt ga, dat ik weer even een kopje kom doen. Juist. Ja. Contact blijft wel. Want het is toch familie, toch? Ja, het is familie. Ja. Hartstikke leuk. Ja. En ik wens je het beste voor de toekomst. Nou, dank u wel. En bedankt voor het gesprek. Nee.